A legendary respawned in the deep ocean biome. Het is zo fucking nacht als maar kan. Dan hoeven we maar één ding te doen, dat is om ons heen kijken. Fuck jou! Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Pixelmon. We gaan vandaag weer lekker verder met de Pixelmon serie. Heb jij er vandaag zin in? Klik natuurlijk vast even op dat duimpje omhoog. Ben je nieuw abonneer? Welkom. We gaan dus vandaag verder. We moeten natuurlijk eerst even het probleem met de Jinx gaan oplossen. Aangezien onze Ditto is veranderd in een Jinx. Ja, dat is niet helemaal de bedoeling natuurlijk. Dus dat moeten we eerst even gaan doen. En vanuit daar kunnen wij natuurlijk weer verder gaan. Maar dit is natuurlijk wel weer raar en alles dat weer eens een keer is gebeurd. Maar ja, die dingen Die blijven blijkbaar doorgaan met het breeding gebeuren allemaal. Dus het is bijna beter, wil ik zeggen, om gewoon je Pokémon te gaan zoeken. In plaats van te gaan breeden. Maar goed, we doen even dit al. Hoppatee. Change Pokémon. Ik geloof voor de rest allemaal wel, weet je wel, welke level die is wat. Nou, boeit me eigenlijk even helemaal geen enkele fuck. Ik heb zoiets van, ik heb mijn dit alweer. En ik vind het wel goed. Dus we gaan weer uit de game mode. Hoppatee. En we zetten onze dit alweer terug. Hero. En dan gaan we dan nog een keer proberen om hier dus een dit op in te zetten. En let's go. En dit keer werkt het wel fijn. Goed. Nou, blijf alsjeblieft ook gewoon, samen. En wees gewoon lief voor elkaar. En heb het leuk. En noem het allemaal maar op. Want ik word naar van jullie. Zo, goed. Met dat gezegd hebben, gaan we hier nog even kijken hoe het hier eraan toe gaat. Ik zie daar nog wel een Ditto in het water zitten, dus dat is goed. Misschien nog geen ei. En we zien hier als goed ook nog geen ei. Nee, oké. Okay. Wat ik ook in de reacties zag staan, dat mensen zeiden van Duffy, ik denk niet dat het een Kyogre was. Ik denk dat het gewoon een Latios was. Ben ik het niet mee eens. Ik denk toch echt dat het een Kyogre was, aangezien die toch in de nacht is gespawnd. Heel veel mensen zeiden Latios, maar... of Latios, in ieder geval de blauwe. Maar, dan heb ik zoiets van, die blauwe... Die we uiteindelijk natuurlijk hebben gevangen, die we ook nog moesten hebben, daar niet van. Die spanden later. Dus degene die daarvoor zijn gespand in de nacht. Eén daarvan is sowieso in de nacht gespand. Dat was of Kyogre of het was Lugia. Nee, goed, Lugia hebben wij niet gezien. En daarbij kwam kijken dat, dat het dan bijna 100% zeker wel een Kyogre moet zijn. Vind ik! Hè? En ik wil het niet zeggen dat het klopt, maar goed, ik vind gewoon dat het klopt, kappa. Nee, in ieder geval, ik dacht dus dat het toch daadwerkelijk Kyogre was, maar ja, misschien heb ik het ook wel fout. Wat we vandaag gaan doen is even een beetje op de bosstower zitten, want we moeten nog hier en daar even een Pokémon trainen. Met name ben ik wel bang voor natuurlijk, want er zijn starters die ik ook nog moet trainen hier en daar. Omdat we die natuurlijk even voor ons, voor het beeld goed moeten hebben. Het begint ook nacht te worden. Oh shit. Dan zou ik toch echt bijna naar de dinges willen gaan. Dit heeft waarschijnlijk ook totaal gezien wat ik nu doe natuurlijk met een Dragonite. Maar goed, dan zou ik bijna eigenlijk nu naar de Deep Sea willen gaan. Om het wederom te proberen om een Kyogre proberen te laten spawnen. Kijk of dat gaat lukken. You never freaking know, of course. Maar ik heb wel zoiets van, yo, dat is wel hetgene wat ik eigenlijk zou willen proberen nu. Dus, ik denk ook dat we gewoon gaan. En één nadeel is natuurlijk wel dat we dan... Nou, hoewel, we kunnen natuurlijk ook op zich wel gewoon trainen, daar niet van. Dus we kunnen daar natuurlijk wel onze orb vullen, want ik wil binnen nu en sowieso 1 à 2 afleveringen ook wel eens eventjes de Zapdos erbij gaan hebben. Dus weet je wat we gaan doen, we gewoon lekker naar ver weg. Dan gaan we even deze hier op de grond flikkeren, zo. Dan gaan we even snel hier naartoe. En dan moeten we even gaan kijken. We hadden hier net een heel klein stukje Deep Ocean, right? What the fuck? Hier, heel klein stukje Deep Ocean. We hebben hier van een stukje Deep Ocean en dan gaan we nou even hier nog even vliegen. Zo komen we Deep Ocean, dus wat dat betreft... Dit is wel de perfecte plek. Ik bedoel, we hebben hier dus Deep Ocean. We hebben hier bossen omheen waar we dus gewoon onze orb kunnen vullen. Dus we hoeven er verder ook niet naar om te kijken. Het enige wat we hoeven te doen is wachten. Dus dat is super chill. Dus ik denk dat dit wel goed moet gaan komen. Wij gaan lekker hier even trainen dan. En dan hopen... Mag ik van me... Dragonite, mag ik van je af? Thank you. Dan gaan we gewoon hopen dat we dan hier wel de boel tegenkomen. Wat we natuurlijk ook tegen willen komen. Uiteindelijk natuurlijk de mooie roze zin. Iemand zou ook in de reacties Duffy... De Legendary spant maximaal 2 chunks bij je vandaan. Dus, oké. Okay. Maar goed, ja, dat kan je 100.000 keer zeggen. Hij kan 100.000 keer 2 chunks bij me vandaan spawnen. Maar dan kan hij dus nog 100.000 chunks wegvliegen. Bij wijze van dan. Hè? Maar dan kan hij in ieder geval nog steeds wegvliegen. Dus wat dat betreft, ja, oké. Okay. Hij kan inderdaad zijn dat hij binnen een range van 2 chunks spant. Alleen dat wil niet zeggen natuurlijk dat hij op dezelfde plek blijft. Want ja, weet ik allemaal, die vliegen alle kanten wel eens op, zwemmen alle kanten op. Dus dat is sowieso een lastige opgave, om zo maar te zeggen. Terwijl je hier wat dat betreft wel makkelijke Pokémon tegenkomen. Zeker natuurlijk voor een Dragonite van level 82. Maar het traint wel daarentegen lekker natuurlijk om je orb zo te vullen. Dus wat dat betreft, ja. Me likey. Hallo Hunter, wil jij een Huracan over je heen krijgen? Ja, zeker te weten van wel. Dat ik erg bang ben zometeen voor de Turtwig. Dat hij zometeen level up gaat. Dat hij dan gaat evolven. Ben ik erg bang voor dat hij dan dadelijk de game gaat crashen. Maar we houden gewoon op goed geluk. Right? Dat doen we gewoon. We hopen gewoon zo van. Nee, wat gaat het niet gebeuren. Trouwens, heb je ook Beach. En dan kan hier ook allemaal Blastoise shit spannen.
En Totodile shit, dat is wel lachen op zich. Maar met name spannen hier nu Gastly's en noem het maar op. Hallo Gastly, hallo Thunderpunch, doei, hoppatee, thank you. En we zien hier een move tutor, wat kan je eigenlijk leren? Jij kan Bounce, oké. Magnet Rise en Magic Room. Nee, fantastisch joh, wat jij wil grap. Hallo Slowpoke, ja, lekker een drekke rus over je heen. There we freaking go, hoppatee, lekker man. Ondertussen zitten wij hier maar gewoon te trainen en te trainen. Terwijl we daar in de verte een tempel zien, though. Dus dat is best wel interesting. Voor zover ik dus ook weet, terwijl we daar Fortress zien en ook nog zo'n grote krab, wat lekker in speel levert, is er toch niks te vinden in die, die onderwatertempels, right? Maar ik ben wel hyped op zich om er eventjes toch te gaan spieken van hoe en wat allemaal. Dat Turtwig is nou level 16. Dit is de moment waarbij het tricky kan gaan worden. We krijgen een King's Rock. Oh, dat is even een game changer. Wauw, daar kunnen we weer een epische Pokémon mee gaan evolven. Super chill, wauw. Ik dacht dat nu Turtwig zou gaan evolven, maar dat is nog niet. Oké, dan waarschijnlijk pas bij het volgende level of de volgende twee levels. Wat zien we hier voor kleine Pokémon dan? Oh, deze. Die zijn wel heel klein. Maar dan waarschijnlijk was het inderdaad bij het volgende level of iets. Dus we gaan dan nog maar eventjes braaf door, om zo maar te zeggen. En dan hopen we maar dat het dan goed gaat. Mocht je op de achtergrond een soort van windachtige, ruisachtig iets horen. Dat is mijn watercooling die natuurlijk aangaat nu. Wat zien we hier? Ik dacht heel even iets van een shiny of iets. Omdat ik dacht van, what the fuck, maar zijn er een trainer bij. Terwijl een legendary spawned in de river biome. Nou, daar word ik vrolijk van, Not. Ik ben hier voor de deep sea. En dan gaat er een River Legendary spawnen. Ik heb ook altijd pech. Nee, ja, dat was te verwachten. Dat die natuurlijk kon gaan spawnen hier, dat was te verwachten. Maar waar verstopt hij zich dan? Hallo, kleine krab. Hij zou toch echt hier ergens moeten zitten dan? Want hij kan niet heel veel verder weg zitten. Maar aan de andere kant heb ik ook zoiets van, ik heb ook niet zo heel veel zin op zich om daar achteraan te gaan. Want het is maar zo'n waterpook of zo'n Legendary die we toch al 100.000 keer hebben. En die op mysterieuze wijze dan in één keer uit onze PC verdwijnt. Dus wat dat betreft, ja, nee. We kunnen beter gewoon even dit gaan doen. Oké, als het goed is, denk ik dat Turtwig nu gaat evolven. Beter game ga je niet crashen. Kom op. Alsjeblieft, we kunnen hem curse leren. Fuck the curse. Oké, nog steeds niet. Fucking hell. We zien daar een Mr. Mime. Oké. Voor de rest niks boeiends. Oké. Ik dacht even van, wat zien we nou? Want ja, je ziet toch in de verte soms Pokémon in de nacht. En je denkt van, hey, wat is daar? Maar nee. Ik denk dus bij de eerstvolgende level dat hij dan wel moet gaan evolven. Level 18 dan. Yo, krap. Yo, Assade, kom hier. En dood. Oké, is dat genoeg XP? Nee, dat is niet genoeg XP. Oké. Dan hebben we hier nog een hot. Hallo, hot van level 9. Dat is ook niet boeiend eigenlijk. Maar goed, weet je, aan de andere kant is wel weer een kill voor de orb. Dus wat dat betreft, we kill hem gewoon. Maar ja, voor de XP hoef ik het echt niet te doen. Al die fucking zoobeds hier ook overal. Hoewel, ik zou op zich ook nog wel voor een... Oh, ik wil bijna mijn kroon weggooien. Ik zou op zich ook nog wel voor een crowbed. Hey, dan deed ik hem alsnog weg. What the fuck? Fucking... Waar heb ik hem nou gelaten? What the fuck? Oh, hier. Ik kan op zich ook nog wel voor een crowbed gaan. Ik bedoel, het is niet mijn favoriete Pokémon. Maar het is ook niet dat ik denk van, nou, dat is echt een slechte Pokémon op zich. Zo nu en dan. Terwijl we hier een best hoge Raichu hebben. Daar wil ik wel graag mee vechten. Een Thunder Punch op Raichu. Not super effective, maar even het level kan het gewoon. Oké, Turtwig level 18. Ik ben nu, again, bang dat het gaat gebeuren. En we kunnen gewoon evolven. Wauw. Oké, dan. We gaan niet crashen. Dat betekent een starter evolve. There we go. Oh, wat een groot hoofd. Holy shit. Oh, ik denk in één keer, wat krijgt hij een groot hoofd? Maar hij is gewoon één keer veranderd. Even kijken hoor. Span eens even hier, jij. Dat is wel een vette Pokémon op zich. Maar ja, oké, we hebben jou nu ook. Dat betekent, we hebben de hele Turtwig-familie compleet. We hebben een Grottle gekregen daarvan. Dat is nice. Turtwig-familie is compleet. Dat is weer eentje om, zeg maar zo te zeggen, af te strepen bij de Collectionic. Dan pakken wij nu ondertussen eventjes Lapras erbij. En wat we dan nog even snel gaan doen, is doen we die even daar. Oh, mijn Insta is ook echt vol met troep weer. Lapras eruit. Zo. En ik... Lapras, go. Ik wil heel eventjes kijken hier bij... toch bij de tempel. Wat ik al zei, volgens mij is hier helemaal niks te vinden. Maar ja, je wilt toch even kijken. Toch even kijken hoe wat allemaal. Maar wat ik zei, volgens mij is hier echt helemaal niks te vinden. Want ik heb van mij al eens eerder gekeken, was ook niks te vinden. Maar ja, en qua loot...
Wat zou er voor loot moeten kunnen liggen? Ja, ook vrijwel helemaal niks. Oh, wacht eens eventjes. A legendary spawned in the deep ocean biome. Het is zo fucking nacht als maar kan. Dan hoeven we maar één ding te doen, dat is om ons heen kijken. Fuck jou! Oh my fucking god! Oh, waarom? Lugia, why? Why would you do that? Come on. Nou is het fucking nacht. Nou spawnt er een fucking legendary. Dan ben ik er helemaal hyped over. En dan is het een fucking Lugia. Like, are you kidding me? Krijg ik dan gewoon letterlijk nooit die fucking Kyogre? Even serieus, man. Oh, kom op. Ja, ik ga natuurlijk gewoon killen voor de XP. En gewoon puur om het feit van mijn statement te maken van... Yo, je bent echt een motherfucker. Maar... Oh, wat haat ik dit, mensen. Wat haat ik dit. Echt waar. Jonne. Je weet wel, je mag lekker in gevecht met Tropius. Oh, die gooi ik volledig mis ook. Nice. Ik zei, je mag in gevecht met... Oh, kan ik bovenop hem staan? Ja. Even kijken, je gaat in gevecht met Tropius. There we go. Weet je, je mag gewoon lekker... We gaan lekker een solar beam. We gaan even opladen. En... Waterball en... Oké, dat heeft totaal geen zin. Sowieso voor mij gras aanvallen totaal geen zin op deze Lugia. Maar goed, Air Slash dan. Nee, oké, goed. Dragonite. Let's go, Dragonite. Hoppatee, Thunder Punch. There we go. En Dragon Rush. Hydro Pump. Gaat dood, man. En we hebben hem dood. Oké, we hebben de XP gekregen, maar... Je krijgt er ook alleen maar vis van? Really? What the fuck? Ik doe... Nou ja, zeg. Ik doe gewoon moeite om... Om die... Nou... Mensen, hier word je er niet goed van. Mag ik alsjeblieft even in de chat horen hoe zo ik zoveel bad luck heb? Like, for real. Dit is toch werkelijk waar niet normaal. Maar ja, aan de andere kant... It's just the game, I guess. It's just the game. Ondertussen nog maar even snel doorgaan. Dan zien je gewoon wat lekkere slowpokes of slowbro's. En die geven gewoon best wel lekkere XP. Zo trouwens nu door die... Kroon die we hebben gekregen, King's Rock, kunnen wij nu een Slow King maken, heet die volgens mij. Want we hebben natuurlijk een Politude gemaakt, dus we kunnen nu een Slow King maken. Wat op zich wel lachen is, want ja, die hebben we ook nog niet. Die heeft zo'n leuke zwemband om zijn nek. Terwijl een Legendary spawnt in de Deep Ocean Biome. Fuck jou, echt waar. Daar vliegt hij. Oh mensen, wat haat ik dit. Echt waar, wat haat ik dit. We hebben deze motherfucker natuurlijk gisteren ook al gevangen, om zo maar te zeggen, dus... We hebben hem niet meer nodig. Ik wil best proberen om nog wel met hem in gevecht te komen. Als ik hem goed ga gooien, nu in één keer hop en... Nope, oké. Rennen snel deze kant op. Njom. En... Oh, snel hier naartoe. Oh, go. En... Weer niet, what the fuck. Hey, joh. Nog in één keer hard, joh, gek. Oké, we hebben hem. En we doen even een Dragon Rush eroverheen. Want ja, het is natuurlijk een Dragon type. Dus dat is vrij makkelijk om daar natuurlijk mee te killen. En we krijgen een Dragon Scale. Nou goed, dan kunnen we de zoveelste King Draft volgens mij maken. Goed, 3 legendaries gespawnd. 2 gezien, 2 vermoord. Wat kan ik ervan zeggen? Niks anders dan... Today was not a good day. Wel, ik heb mijn best gedaan. En er was natuurlijk wel weer een Deep Sea Legendary. Maar ja... Wat moet ik ervan zeggen? Echt waar, wat moet ik ervan zeggen? Terwijl we nog even 1 kill doen voordat we er nog maar 70 left hebben. Dat betekent ook dat wij dan morgen denk ik eventjes op de bolstouwer zullen gaan staan weer eens een keertje. Om even flink wat te trainen voor nog maar 70 kills te maken. En na die 70 kills kunnen wij dan kunnen we weer doorgaan. En dan kunnen we natuurlijk een Moltres doen. Dat is natuurlijk ook super chill, want die moeten we ook nog hebben. Hoewel ik zie dat we zitten pas 13 minuten in de video. Ik dacht dat we zo lang aan bezig waren in dat geval. Ho. Kom. We weten allemaal, de Pixelmon afleveringen zijn gemiddeld tussen de 15 en 20 minuten lang. Soms is het wel eens wat langer, omdat natuurlijk soms ben ik bezig met Legendary. Dus daar gaan we ook gebruik van maken. Daar gaan we nog even snel wat Pokémon hier killen. Want yo, elke Pokémon die we er nu bij op kunnen tellen, is natuurlijk alleen maar weer een win-win situatie voor morgen voor op de Bolstouwer. Zou ik natuurlijk ook nu alvast op de Bolstouwer kunnen gaan staan, dat klopt. Maar ik heb zoiets van, ja, ik ben nu toch hier, dus ik heb zoiets van, laten we het gewoon lekker even hier gaan doen. We gebruiken wel even onze Foragers om anders Pokémon te killen. Hey joh, we zijn allemaal hier joh, kom hier joh, Ladyba. En Payback. Zeg, gaat nou allemaal heel lang duren? Nee toch? Oké, dan. We hebben hier een ander beest. Die moet ook dood, hoppatee. Het is wel erg makkelijk, of course, om zo je ding te vullen. Maar ja, hey, het werkt. En als het werkt, dan werkt het. We moeten nu weer deze gebruiken. There we go. Nou, we nemen die ook maar even mee dan. Want ja, we komen er langs. Fucking al die gras-Pokémon hier. Oh, they protect. Fucking hell. Hoppatee is ook alweer dood. Lekker, man. Lekker snel die orb vullen. Hey, Bellsprout. A.k.a.
Lil looking ass, benen looking ass Pokémon. Skipping leg day all day long. We zien op het strand nog iets. We zien hier een Marill. Hallo Marill. Je bent dood. Thank you. Je krijgt ook echt rabbit fur van. Hallo Abraatje. Hey joh! Dat toch niet, man? Wat zien we daar? Wat zien wij daar? Wat ben jij? Jij bent een... Oh. Deze ben ik toch zo vaker tegengekomen, denk ik me nu. Een Swadloon. Swadloon doet protect himself. Fucking hell. Swadloon, ophouden nou. Hoppatee, there we go. Bam. Hoeveel kills moeten we nu eigenlijk nog? Oh, nog maar 61. Dat betekent we kunnen nog snel wel even eentje doen. Hoeveel er nog maar 60. Zijn er toch weer 10 minder. Ik heb toch even goed mijn best gedaan, kappa. Hoppatee. Nou, dat was het dan denk ik maar weer voor vandaag, mensen. We hebben ons best gedaan, maar ja. When you try so hard, but you won't succeed in 2 afleveringen in een row. God freaking dang it. Voor nu, mensen, bedank ik jullie enorm voor het kijken naar deze aflevering van Pixelmon. Mocht je het leuk hebben gevonden, vergeet niet eventjes te liken, te reageren, te abonneren. Abonneer op Divimeer, mijn tweede kanaal. En mensen, tot morgen.